Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom hier in de Tinbergenzaal bij de KNW. Ook thuis, mensen die meekijken via de livestream. Van harte welkom op deze bijzondere avond. Voor een tiental mensen in het bijzonder. Zij gaan straks geïnstalleerd worden als leden van de Jonge Academie. Mijn naam is Rens Vliegendart. Ik was in een grijs verleden voorzitter van de Jonge Academie. Dat was nog voor de tijd dat de huidige president van de KNW begon. Dus het is meer dan 94 weken geleden, heb ik net gehoord. Maar niet heel veel, heel veel meer dan dat. En het is aan mij gevraagd om vanavond uw spreekstalmeester te zijn, of in ieder geval door het programma heen te leiden. Dat doe ik met heel erg veel plezier, omdat ik ook een aantal nieuwe gezichten zie, maar ook een aantal gezichten die ik ken. De mensen die afscheid gaan nemen dit jaar, de lichting 2017, dat zijn de mensen die ik als voorzitter heb mogen installeren. Dus Jeroen de Ridder, een van de leden en inmiddels oud-voorzitter, die zei: de cirkel is dan wel rond. En zo voelt het ook een beetje. Ik fietste net samen met mijn UvA-collega Thijs vanaf het Routers Eiland hier naartoe. En ik kreeg daar zo'n beetje zo'n oud gevoel bij. Van hoe. Zo van, een beetje excited. Van oh ja, dat was ook zo ontzettend leuk altijd. En het gebeurde daar ook altijd. En ik stapte hier binnen en eigenlijk die sfeer die is er dus meteen ook weer. Het is in een andere setting. Het gebouw is helemaal vernieuwd dan toen ik hier rondliep. Maar je voelde gewoon dezelfde energie. En iedereen is aan het praten. En je merkt gewoon dat de positiviteit er nog steeds van afspat. En dat was mooi om te zien. En ik hoop dat we dat vanavond ook een beetje aan u allen mee kunnen gaan geven. De eerste spreker is de nieuwe voorzitter, Marie-José van Tol. Ik geloof gisteren gekozen. Nog geen 3 uur geleden, denk ik. Nee, ja. Het staat nog zeer vers in mijn geheugen. Goedenavond allemaal. Ontzettend leuk om jullie hier allemaal te zien. Welkom bij de ledeninstallatie van de Lichting 2022. Het is ontzettend bijzonder, een bijzonder feestelijke avond, want we zijn weer bij elkaar. En dat is de afgelopen 2 ledeninstallaties niet het geval geweest. Dus ik hoop dat dat ook voor die lichtingen een hoop goed maakt. Tegelijkertijd is dit ook een droevige avond, want het betekent dat 10 leden niet meer zo jong zijn als ze eigenlijk zouden willen zijn. En daarom nemen we helaas afscheid van jullie. Mijn naam is Marie-José van Tol. Ik ben dus de kerstverse voorzitter van de Jonge Academie. En samen met Thijs Bol als vicevoorzitter en overige bestuursleden Erik van Sebie, Hanneke Hulst en Hilde Verbeek zullen wij al het moois wat de Jonge Academie onderneemt ondersteunen. En zo goed mogelijk op de plek proberen te krijgen waar we het willen hebben. De Jonge Academie is een groep wetenschappers die op basis van hun ideeën en inzet voor de wetenschap in de volle breedte geselecteerd zijn voor lidmaatschap van de Jonge Academie. En dat is een ontzettend moeilijke klus waar ik de afgelopen 2 jaar aan heb mogen bijdragen. Het is prachtig om te zien hoeveel enthousiasme, ideeën, ervaring er ook is. Maar het is ook een heel verschrikkelijke klus, want het betekent dat we heel veel mensen die ook heel erg goed en origineel en die we heel graag zouden willen, dat we helaas niet zoveel plekken hebben om hen ook te verwelkomen. Vanavond is dus een van de mooiste avonden voor de Jonge Academie, verse lichting. Maar dit is wel in een verschrikkelijke tijd. We maken ons op dit moment natuurlijk allemaal heel erg zorgen over de oorlog in Oekraïne. Om het leven van vele mensen die moeten vechten en vrezen voor hun leven. En mensen die moeten vluchten omdat blijven te gevaarlijk is. Onder hen zijn ook studenten en wetenschappers. Uit alle delen van de wereld. Sommigen die ook al eerder uit een conflictgebied hebben moeten vluchten, omdat zij door hun kennis vooral en snel als bedreigend worden gezien door onderdrukkende regimes. We weten nu nog niet zo goed wat ze nodig hebben. We kunnen ons voorstellen dat ze rust nodig hebben en ook dat ze de hoop moeten houden om terug te keren naar hun eigen land. En ondertussen willen ze zich misschien inzetten voor een studie of een onderzoek. En met de Jonge Academie proberen we op dit moment een platform in te richten op nationaal niveau om een match te kunnen maken tussen een gevluchte wetenschapper en een onderzoeksinstituut dat heel graag ook concrete hulp biedt aan gevluchte wetenschappers. Het is al mooi om te zien, want ja, ook al zouden we dit heel graag niet hoeven doen, het is mooi om te zien hoe we als Jonge Academie hier wel heel goed verbonden zijn en snel
de belangrijke partijen hierbij bij elkaar kunnen brengen. We kunnen heel makkelijk met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, met het ministerie van OCW en alle universiteiten om tafel gaan zitten om te kijken hoe kunnen we dat doen. Dat is ons in een paar weken, in 2 weken gelukt om die mensen daadwerkelijk in de afspraak aan tafel te krijgen. En ik denk dat iedereen wel begrijpt dat dat niet heel normaal is. En het is heel prachtig om te zien dat, dat we deze hulp, dat er heel veel wil is om deze hulp te bieden. Want die moeten we niet alleen bieden voor mensen die moeten vluchten uit dit conflict, maar ook voor mensen die uit andere conflicten moeten vluchten. Want wetenschap gaat over grenzen. Over disciplinaire grenzen, maar ook over fysieke grenzen. En dat is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de Jonge Academie. Met de Beginner's Guide to Dutch Academia, ik hoop dat velen van jullie die gelezen hebben, ook als je niet uit het buitenland komt, is dat erg prettig om een beetje te begrijpen hoe de Nederlandse Academie in elkaar zit. Daar zullen we ook binnenkort een update van publiceren. Met dit project, dus een boekje over hoe de Nederlandse wetenschap werkt, proberen we de aanpassing aan de Nederlandse universitaire wereld te vergemakkelijken voor mensen die hier niet in opgeleid zijn. We zijn ook blij dat we kunnen melden dat vanaf nu ook wetenschappers uit de Caribische delen van het land lid kunnen worden van de Jonge Academie. Dat is belangrijk dat we ook de volgende, de lichting, mensen ook hun nominatie in kunnen dienen. En we kijken heel erg naar uit dat ook wetenschappers werkzaam in de Caribische delen van het land bij kunnen dragen en hun perspectieven en kennis mee kunnen nemen. Want dat is belangrijk, een jonge academie van het hele Koninkrijk, met alle perspectieven en ervaring van alle hoeken van de wereld om de wetenschap verder vooruit te brengen. Want hoewel er best wat oneenigheid en ontevredenheid is in de wetenschap, is dat hetgene waar iedereen het over eens is. Kennis en begrip vergaren is hetgene waar iedereen is het mooiste wat er is en dat doe je niet alleen. De motivatie voor de inhoud en de randvoorwaarden om die motivatie te behouden, dat is wel iets wat meer aandacht nodig heeft. En dat is waar we ons met de Jonge Academie graag voor inzetten. Het is namelijk die motivatie om kennis te vergaren, te vermeerderen en overbrengen wat ons echte goud is. Het goud wat we weer meer moeten koesteren, waar we zuinig op moeten zijn. De bron waarop we vooruitkomen. Maar voor ik nu nog een spreekwoord geef over het belang van erkennen en waarderen, over een slimmer academisch jaar, het collectief kompas of het idee dat we eigenlijk iedereen professor zou moeten zijn, stop ik mijn spreekwoord hier. Want vanavond gaat over ons nieuwe goud, de 10 nieuwe leden. Ik wens jullie een heel mooie avond. Dankjewel, Marie-José. Het is je wel gelukt om in een paar minuten, ik geloof 8 initiatieven van de Jonge Academie terloops te noemen. En dat zijn ze nog lang niet allemaal. Dus dat is, de verwachtingen zijn hoog, begrijpen jullie. Ik kom nog met heel veel plezier de volgende spreker aan, die jullie ook welkom gaat heten. Ineke Sluiter, president van de KNW. Fijn dat je er bent. En het woord is aan jou. Mevrouw de voorzitter, geachte leden van de Jonge Academie, geachte bijna leden van de Jonge Academie. Ik kreeg vanmorgen een e-mail van een team van leden van de Jonge Academie die, terwijl jullie hier aan het discussiëren waren, zelf ook bezig zijn aan een mooi project over erkennen en waarderen. Zij vragen zich af hoe je vroeger aan de top kwam. En ze schreven aan mij: ik denk als bevriende boomer. Maar het was vooral de ondertekening die mij trof. Want dan, daar stond namelijk namens het aan de top team een vrolijke groet. Dat typeert denk ik de Jonge Academie. Grote thema's worden niet geschuwd, maar de stemming is opgewekt en can do. Daarmee zijn jullie een niet meer weg te denken positieve kracht onder de paraplu van de KNAW en in ons hele academische bestel. De leden van de oude, grote KNAW, de leden van de KNAW worden voor het leven benoemd. En ze torsen het gewicht van dat levenslang op de geleerde schouders. Hun lidmaatschap is duursport. Ze moeten hun krachten verdelen.
De leden van de Jonge Academie worden benoemd voor 5 jaar. Want je kunt wel levenslang geleerd zijn, soms, maar niet levenslang jong, althans niet in technische zin. En deze leden komen sprintend binnen in het hart van hun carrière, drukken met kracht hun stempel op alle belangrijke thema's van de academie en zwaaien dan weer af, in sommige gevallen om binnengehengeld te worden door die iets aanmächtiger olietanker van de KNAW. Vandaag mag ik een bescheiden rol spelen in het verwelkomen van de nieuwe lichting. En ik doe dat onder het toeziend oog van de nieuwe voorzitter, die eveneens net aantreedt en die ik ook heel veel plezier en succes wens en welkom heet namens het bestuur van de KNAW. Maar misschien mag ik me veroorloven om ook een enkel woord te richten tot uw oud-voorzitter, met wie ik gedurende mijn en zijn gehele president en voorzitterschap heb samengewerkt, Jeroen de Ridder. Bij aftredende voorzitters Jeroen moet ik altijd denken aan een fantastische column van Wim Boevink, die ergens in het land een lezing moest houden bij een vereniging. De voorzitter troonde hem mee naar een andere man en zei: mag ik u voorstellen, wijlen de voorzitter. Boevink vervolgde, de man zag er nog patent uit. Jeroen, dat geldt ook voor jou. Je hebt het perfect doorstaan. We hebben elkaar veelvuldig gesproken. Eigenlijk altijd op het scherm. Elkaar recht in de ogen kijkend. Daar wel. Op dat scherm hebben we ook meermaals nieuwe leden begroet. En ik heb grote bewondering voor de manier waarop jij en je bestuur de Jonge Academie door de coronaperikelen hebt gelaveerd. Terwijl jullie toch zichtbaar bleven en je stem lieten horen op de momenten die ertoe deden en op alle thema's waarover de academische wereld zich druk maakte. Iedereen professor, minder vliegen, een slimmer academisch jaar en nog heel veel meer. Heel veel dank voor de fijne samenwerking. Onder de leiding van Marie-José van Tol wordt deze daadkracht duidelijk voortgezet. Ik ben erg onder de indruk van de manier waarop de Jonge Academie, op mede jouw initiatief, het voortouw heeft genomen bij het regelen van hulp en ondersteuning voor Oekraïense wetenschappers. Je hebt volkomen gelijk dat je daar ernstige woorden aan gewijd hebt, zojuist. Zo gaat dat dus bij de Jonge Academie, beste nieuwe leden. Dit is het gezelschap waartoe jullie gaan toetreden. En ik hoop dat jullie dat met evenveel inzet en plezier en energie zullen gaan doen. Ik geef het woord terug aan de moderator, maar ik beloof jullie dat ik aan het eind van het programma een inwijdingsritueel zal verrichten. Maar tot die tijd zie ik uit naar alle filmpjes, de gesprekken met Rens en naar jaren van energieke en blijmoedige actie. Een vrolijke groet. Dankjewel, Ineke. Nou, de verwachtingen zijn heel hoog gespannen nu, dat begrijp je. Jullie kunnen er nu nog onderuit, hè? Dus dat is nog en dan loop je nu gewoon weg, dan skippen we het filmpje over jou en dan laat je dit gewoon achter je. Maar ik geloof dat het niet hoeft. Wat we inderdaad gaan doen, is dat we de 10 nieuwe leden één voor één gaan introduceren. Voor ieder is er een introductiefilmpje en daarna volgt er een kort gesprek met mij. Geen vragen uit de zaal dit keer, Arjan, je moet je inhouden. Het is niet anders. En dan gaan we hopen dat we een beetje een beeld krijgen van waar deze mensen vandaan komen, wat hen drijft. En misschien ook wel van wat ze van plan zijn de komende jaren. Het eerste filmpje is het filmpje van Tazuko van Berkel. En die kan gestart worden. Ik ben gefascineerd door het mensbeeld van de oude Grieken. Dus hoe dachten zij dat de mens in elkaar zit? En wat bedoelen ze als ze zeggen dat de mens een politiek dier is? Of juist een economisch wezen? Of in hun eigen woorden, een soort kruik. Eentje die op een gegeven moment vol zit. Of raken we juist nooit uitgeconsumeerd omdat we hartstikke lek zijn? Voor mij is het verleden een soort vreemd land. En ik bestudeer dat graag om 2 redenen. Ik vind het intrinsiek waardevol om andere culturen beter te leren begrijpen. Maar het verrijkt ook je blik op je eigen cultuur. Onze eigen mensbeelden zijn vaak verborgen, want heel vanzelfsprekend. Dus wat gebeurt er als wij de mens als een kruik gaan zien bijvoorbeeld en daarmee niet alleen schaarste, maar ook overvloed als probleem gaan herkennen?
Mijn vak is eigenlijk vertalen tussen werelden door die werelden met elkaar te confronteren. Nou, dat wil ik ook bij de Jonge Academie gaan doen en dan tussen verschillende wetenschappelijke werelden, verschillende disciplines. Die hebben allemaal net een ander mensbeeld. Hè. Hoe rationeel zijn we als mensen? Gaat rationaliteit vooral over efficiëntie of ook over waarde? Nou, ik vind het heel spannend om te kijken wat er gebeurt als we deze disciplines met hun mensbeelden met elkaar gaan confronteren. Hebben we het met ons allen dan nog wel over dezelfde mens? Ik wil ook de wetenschap met de wereld daarbuiten in gesprek brengen. Mensbeelden zijn overal. Ze bepalen hoe de overheid tegen de burger aankijkt. Is de burger een calculerend wezen dat onvermijdelijk misbruik gaat maken van voorzieningen? Mensbeelden bepalen hoe we tegen schulden aan gaan kijken. Kunnen mensen met schulden gewoon niet rekenen? Is er moreel iets mis? Is er iets heel anders aan de hand? Nou, hierover wil ik met scholieren en met kunstenaars in gesprek gaan en dan kijken of we samen misschien tot nieuwe mensbeelden kunnen komen. Welkom, jij mag daar gaan staan inderdaad. Ja. Ik werd al heel streng aangekeken dat ik je naam niet helemaal goed uitsprak, maar ik deed mijn best. Ik ga het niet nog een keer proberen. Ja. In je filmpje spreek je over mensbeelden en dat je graag de discussie aan wil gaan, het gesprek aan wil gaan met verschillende wetenschappers over verschillende mensbeelden die zij eigenlijk hebben of impliciet aan de dag leggen. En ik vroeg me af, hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat organiseren? Ja, ik denk dat de Jonge Academie zelf daar ook een heel mooi platform voor is. En onbewust hebben we dat eigenlijk vanochtend gedaan in onze discussie over erkennen en waarderen. Daar hebben we het op een gegeven moment ook gehad over kunstmatig in stand gehouden schaarste. Dus dat bijvoorbeeld bepaalde voorrechten binnen de academische wereld bij een bepaalde titel horen. En die schaarste heeft misschien niet zoveel te maken met materiële of financiële schaarste, maar met prestige, met symbolisch kapitaal. En toen hebben we daar een gesprek over gehad, maar waar we het eigenlijk over hebben gehad is het onderliggende. Waar het eigenlijk over ging is het onderliggende mensbeeld. Dus het idee van hoe drijf je mensen, hoe krijg je mensen zover dat ze het allerbeste gaan doen voor de wetenschap. En ons dominante model is competitie. Nou, ik vond vanochtend een heel mooi voorbeeld van hoe we dus, ik heb ontzettend veel geleerd ook van andere disciplines en hoe dingen anders eraan toegaan in andere disciplines, hoe er andere waarden zijn in andere disciplines. Dus ik vond dat eigenlijk al een heel fijne setting. Maar ik moet natuurlijk zelf ook aan de bak, dat begrijp ik. Dus een van de dingen die ik heel graag wil doen is een meerdaagse workshop die niet het format heeft van een academische conferentie organiseren, waarin met heel verschillende soorten gespreksvormen mensen aan value probing gaan doen. Dus ik wil graag mensen uit verschillende economische disciplines, maar ook geschiedenis van de economie, filosofie van de economie, toevallig ook een van mijn buddies in deze jaargang wil ik hier heel graag bij betrekken. En om gewoon met, bijvoorbeeld een van de dingen die we willen doen is mensen van tevoren een podcast laten opnemen en daar dan met als groep over gaan praten. En dan gaan minen wat voor waarden er eigenlijk uit naar voren komen. En ik denk dat dat echt heel erg leuk gaat worden en dat het alleen kan werken als je niet van tevoren een vooropgezet plan hebt van dit moet de output zijn. Maar dat je echt de kwaliteit van het gesprek voorop zet. Nou, dat lijkt me echt heel erg cool om te mogen doen. Mooi. Nou, hier is de erkennen en waarderen discussie is hier volgens mij gigantisch mooi samengevat meteen. Ik had het zelf niet mooier kunnen doen. Ook een prachtig idee meteen over hoe je concreet hiermee aan de gang gaat. Ik had nog één kleine vraag. Ik was namelijk benieuwd naar van welke wetenschapper in jouw lichting je het meest benieuwd bent naar het mensbeeld. Of van welke discipline die in jouw lichting zit. Wat een leuke manier om mij te dwingen naar mensen te laten kijken. Ja. Ik denk eigenlijk van iedereen. En dat is een beetje een leem antwoord. Hè? Ja. Ja, maar laten we het ermee weg. Maar ik heb natuurlijk één iemand al genoemd. Lisa, met wie ik hoop samen te werken. Ook in de context van die workshop. Maar eigenlijk denk ik dat dit een gesprek is dat ik met niet alleen de nieuwe lichting, maar met elk lid van de Jonge Academie aan wil gaan. Het lijkt mij nou gewoon, je kunt het aan de koffietafel doen, maar het lijkt mij toch. Ik denk dat we hebben allemaal een impliciet mensbeeld en ik denk dat dat meer doet met de manier waarop wij wetenschap bedrijven en waarop wij denken dat wat wij doen belangrijk is, dan wij vaak erkennen. Want wij denken mensbeelden, dat is iets wat je in je vrije tijd doet, het is privé. En ik denk dat we dat allemaal toch impliciet allemaal meenemen. Het lijkt mij heel erg mooi om daarover te praten met iedereen. Dankjewel. Okay. En welkom.
gaan door met het tweede filmpje van Irène de Doucy. Having lived, studied and worked in 5 countries over 2 continents, I truly appreciate the opportunities that being able to fly has given me. But aviation also impacts the environment. And at the moment, aviation is one of the most technologically challenging sectors to abate. This is a topic of my research, specifically on aviation emissions and how they impact our atmosphere and our planet. In our work, we try to better understand how the atmosphere responds to emissions from aircraft. And to do this, we use both simulations as well as measurements. The eventual aim of our work is to be able to understand these interactions in a way that helps us make the right choices towards sustainable aviation. You can think, for example, of novel propulsion technologies, new fuels, different aircraft designs, and even regulations. I'm very excited to be joining the Young Academy and be a part of the change that it helps bring on. I'm particularly excited to contribute in 2 areas. First, to help further enable interdisciplinary and transdisciplinary scientific research. And secondly, to help better incorporate scientific knowledge in political and regulatory decision-making. I believe these 2 aspects are critical given the urgency of the different societal and environmental problems the world is facing at the moment. Welcome. Thank you. Very, very interesting research, and very much also fitting the one of the big themes that the Young Academy has been very busy mm-hmm. with. I'm going to ask you a question about the final point that you made in your in the little clip, and that's about how to kind of integrate scientific knowledge in policy making process, because this is something that has my personal interest as well. Can you give an example of how your work could inform Dutch or maybe European policymakers? Definitely. So, there's a lot of decisions that are being made at the moment, definitely when it comes to aviation, how much should we fly, how should we design new aircraft, etc. And one thing that makes this whole problem very complicated is that the atmosphere is a fairly non-linear system. So that means that if you emit the same amount, the same mass of emissions in one place versus a different place versus a different altitudes, that has different impacts. So one way to we could make the process more efficient. We could use all this knowledge that we have about the atmosphere in a way that helps us make the right choices about how much we can emit, on where we can fly and where we shouldn't fly. Earlier on during my PhD, I had the pleasure of having one of my models actually being used in the first standard global CO2 standard for aviation. That was really a highlight of my. That is something. Work so far. Yeah, so it's definitely something that can, I think, be done. But of course, there's many barriers to it. But you kind of make this point now a bit more general, kind of say, well, we should do this more basically as a basic standard. How are you, as a member of the Young Academy, going to kind of persuade policymakers or politicians to actually do that? Do you have a strategy for that? Yeah, I don't know, strategy is the word. But earlier, a year or so ago, in the Stikstof Depositie dialogue that's being ongoing, there were members, I had the pleasure to help the Amerikomissie make a decision about Lelystad Airport in this case. But I think this is something that can be done more widely, more if we expose scientists to this world of policymaking, that's something that can really help both policymakers, in my opinion, but also scientists shape their work in the way that really helps policymakers answer questions. The same way we can shape our work, help industry answer questions. The same thing could be done with policy, and that's something I'm hoping to find ways to enable a little bit more in the Young Academy. Okay, thanks a lot. Yeah, thank and you welcome. Very much. Yeah.
We gaan daarvoor naar de derde. U heeft inmiddels door dat dit volledig op alfabetische volgorde loopt, dus dat het allemaal heel voorspelbaar is. Lisa Herzog. Jij bent. Mijn vakgebied is geoinformatica. En met geoinformatica gebruiken wij drones en satellietbeelden om beter te kijken naar wat op de aardoppervlakte zich afspeelt. Dus bijvoorbeeld mijn eigen onderzoek kijkt meer naar het gebruik van drones in ontwikkelingslanden om bijvoorbeeld de sloppenwijken automatisch in kaart te brengen. Een idee hebben van wat nu eigenlijk in steden afspeelt is heel belangrijk voor ontwikkelingsdoeleinden. Maar heel vaak bestaat de informatie niet. Dus we hebben gewoon geen huidige kartering van een bepaalde gebied. Dus als je denkt dat een sloppenwijk heel snel gaat groeien, als je wilt weten van hoe je de sloppenwijk kunt verbeteren of hoe je bijvoorbeeld hulp moet verspreiden als er net overstroming is geweest, moet je weten waar de gebouwen zijn, waar de wegen zijn, waar de verschillende infrastructuur is. En dus met een drone, door van boven te kijken, kunnen we dat automatisch in kaart brengen. En daar richt ik mijn onderzoek op. Met daarbij dat we dan gaan kijken van hoe kunnen we zorgen dat we de algoritmes beter begrijpen, zodat ze ook even goed overal werken. En ook hoe kunnen we beter uitleggen, zodat we weten waar de zekerheden en de onzekerheden zijn, zodat ze ook echt beter tot besluitvorming kunnen leiden. Wat mij echt fascineert als wetenschapper is de snelheid van de ontwikkeling, de snelheid van de technologieën en om daarin mee te draaien. En dan ook door te kijken dat als we bepaalde processen beter kunnen begrijpen, als we echt gaan kijken van waarom gebeurt dit nou, dat we dan ook samen kunnen werken naar een betere maatschappij. Dat we soms ook door betere processen te begrijpen, kunnen we dan beter besluiten nemen. Wat ik ontzettend leuk vind en lid zijn van de Jonge Academie is ten eerste om met zoveel verschillende andere jonge wetenschappers te werken die zoveel passie hebben en op een compleet verschillende vakgebied zijn van mijn eigen. En ten tweede dat het echt de ruimte geeft om niet alleen te denken wat voor onderzoek wij doen, maar hoe wij onderzoek doen en hoe wij samen kunnen werken om het systeem te verbeteren zodat het beter functioneert in dienst van de samenleving. Caroline, sorry, dit ging dus helemaal mis. Ik deed het heel casual dat we dat allemaal op alfabetische volgorde gingen doen. Ja. Maar toen lagen mijn kaartjes op de verkeerde volgorde. En we zullen, zullen nooit weten wiens schuld dat was. Misschien wel dat van mij. Dus excuus daarvoor. Caroline Gevaert, welkom. Je praat in je filmpje over de snelheid van technologische ontwikkelingen. En het is natuurlijk iets dat we eigenlijk volgens mij in heel veel vakgebieden zien. Dat die snelheid enorm hoog is. Hoe hou je dat als wetenschapper bij? Kan je dat als wetenschapper überhaupt bijhouden? Ja, om naar heel veel verschillende aspecten te kijken. Hè. Je moet kijken niet alleen naar academische artikels, maar ook je moet wat breder kijken. Maar met meer mensen praten, zodat je echt bovenop de ontwikkeling kunt blijven. Ja, en als je dat ook in jouw eigen vakgebied toepast, hè, maakt heel veel gebruik van drones en dat soort dingen. Ja. Is dat dan ook een kwestie van de hele tijd naar buiten toe bezig zijn, ook met mensen die die drones ontwikkelen, die daarmee voorop lopen, die daar weer nieuwe snufjes en nieuwe ideeën in ontdekken? Ja, je kunt dat doen of je kunt ook kijken naar de vraag. Dus bijvoorbeeld, ik kijk niet echt naar het ontwikkelen van de drone zelf, maar waarvoor dat informatie gebruikt kan worden. Dus door sterk samen te werken met verschillende ontwikkelingsinstituties die aan ontwikkelingshulp doen, dan kun je beter de vraag begrijpen en dan kun je beter kijken van oké, welke technologie past erin en wanneer heeft het wel zin om een drone te gebruiken en waarom niet? Ja, heel mooi. En je hebt het in je filmpje ook over samenwerken. Mm-hmm. En het samenwerken om voor een betere samenleving eigenlijk. Wat een heel mooi, beeld is. En met welke discipline zou jij nou binnen de Jonge Academie wel eens een project willen doen? Om iets van maatschappelijke impact te hebben. Ik zou heel graag inderdaad met de cognitieve wetenschappen. Van als je kijkt naar besluitvorming en hoe besluiten worden gemaakt. Dat gaat in zoveel verschillende aspecten door. En ook in die van ons. Dus daar zou ik graag wat meer mee samenwerken. Nou, hartstikke goed. Dank je wel. Dank je. En nu zijn we wel bij de H beland. En zijn we bij Lisa Herzog. Grote uitdagingen in Europa zijn de toenemende sociale ongelijkheid en de klimaatcrisis. Er is ook vaak sprake van een crisis van democratie en verlies van vertrouwen.
Deze problemen hebben mijns inziens alles te maken met een onbalans tussen democratische en economische macht. Die onbalans lijkt het heel moeilijk te veranderen. Doch denk ik dat dat kan en dat moet. Mijn overtuiging is dat we daarvoor ons denken over het economische systeem moeten veranderen. Hoe werkt ons economische systeem en is dit in lijn met waarden zoals rechtvaardigheid en de beginsels van een democratische maatschappij? In mijn onderzoek kijk ik vanuit een filosofische perspectief naar economische vragen. In een onderzoeksgebied dat nu PPE wordt genoemd, Philosophy, Politics and Economics. Bijvoorbeeld, hoe zijn bedrijven georganiseerd? Worden werknemers met respect behandeld en is er aandacht voor hun opinies en interesses? Ik onderzoek de geschiedenis van economische en politieke gedachtegoed om die beter te begrijpen en naar alternatieve modellen te zoeken. En ik ben vanuit een systematische perspectief bezig met ideeën en suggesties voor alternatieve modellen. Ik wil me bijzonder inzetten voor gevluchte wetenschappers en voor de vrijheid van meningsuiting, die in steeds meer landen onder druk komt te staan. Ook wil ik meedoen aan projecten die wetenschap en maatschappij bij elkaar brengen. En dan bedoel ik mensen uit alle sociale lagen, juist ook die mensen die gewoon niet zoveel wetenschappers ontmoeten. Welkom Lisa, ik was enorm gefascineerd door jouw onderzoeksgebied. En ik zou dan zelf als sociale wetenschapper, hou ik me met vergelijkbare vraagstukken bezig, maar vanuit een heel ander perspectief. En wat mij triggerde is dat je sprak over alternatieve modellen. Ja. En dat je daar dus heel erg over nadenkt. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen? Over wat voor type modellen zouden we dan kunnen denken? Of wat zouden grondbeginselen daarin kunnen zijn bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld hebben we in de politiek democratische principes, waarden. En in het bedrijfsleven denken we dat hiërarchieën altijd nodig zijn. Ook in de wetenschappen. Dat is ook een interessante vraag, hoe dat anders kan misschien. Dus de mogelijkheden van verschillende modellen voor democratie in het bedrijfsleven, dat is een van de vragen waar ik filosofisch over nadenk. Maar ik werk ook veel samen met sociologen en mensen uit andere organizational studies of andere sociale wetenschappen, om te begrijpen wat ook realistische mogelijkheden zijn. Dus niet alleen maar utopias, die zijn ook nodig, denk ik. Maar ook meer praktische oplossingen. En zijn die mogelijkheden? Ik denk wel. En ik denk dat we in de afgelopen decennia ook veel in heel Amerikaanse model van het economische stelsel hadden overgenomen in onze onderwijs. Ik ben ook gestudeerde econoom, dus ik heb alleen maar Amerikaanse theorieën geleerd. Maar in Europa zijn er ook veel andere modellen, bijvoorbeeld coöperatieven of bedrijven waar de werknemers ook gerepresenteerd zijn. Dus ik denk dat kan wel, maar we moeten ook een beetje zien hoe dat kan in een globaliseerde economische stelsel en welke mogelijkheden daar zijn. Maar ja, ik blijf optimistisch. Dat is heel, heel boeiend. Hey, en de tweede ding dat je zegt in je filmpje is dat je graag de wetenschappen ook wil brengen bij de mensen of in mensen van andere sociale klassen die daar misschien niet zo snel mee in aanraking komen. Dat je hen in aanraking wil brengen met de wetenschap. Heb je daar ook een concreet plan voor? Of een idee voor hoe je dat zou kunnen doen? Ja, ik heb een beetje een model die ik nu in een nieuw project, als dat gefinancierd wordt, wil doen. Ik denk dat we veel meer met mensen moeten praten die de ervaringen van deze, de donkere kanten van ons economische systeem hebben. Bijvoorbeeld in precaire werk. En ik wil veel meer interviews doen met hun. En ook interactieve discussies tussen filosofen en mensen met deze ervaringen. En ik denk dat we op die manier ook veel nieuwe perspectieven in de wetenschap kunnen brengen. Op de wetenschap is vaak een beetje klassistisch. En ik denk dat is iets waar we, als we meer contact hebben, dan kunnen we misschien ook een verbinding maken tussen kansen verbeteren voor kinderen uit verschillende sociale lagen. En ook de dialoog tussen wetenschap en maatschappij verbeteren. Ja. En daar zou de jonge academie zomaar heel behulpzaam bij kunnen zijn. Dankjewel, Lisa. We gaan door met de volgende kandidaat, namelijk Noël de Miranda. Mijn naam is Noël Miranda. Ik ben bioloog en onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum. En mijn onderzoek richt zich op de vraag,
kan ons afweersysteem kankercellen herkennen en hoe? Het afweersysteem heeft zich tijdens evolutie ontwikkeld om met infecties om te gaan, zoals die veroorzaakt door viruses en bacteriën. En tegelijkertijd moet het afweersysteem deze organismen van onze eigen cellen onderscheiden, zodat het ze niet doodmaakt. Kankercellen ontwikkelen zich vanuit onze eigen cellen en verschillen niet zoveel van gezonde cellen. Het kan daarom moeilijk zijn voor het immuunsysteem om kankercellen te identificeren en te doden. Wat wij in het laboratorium doen, is proberen strategieën te ontwikkelen die ons afweersysteem helpen kankercellen te zien en te elimineren. Wat ik wil als lead van de Jonge Academie is om actief mee te werken aan het bewerkstelligen van een duurzaam en stimulerend academische omgeving, waar wetenschappers en onderzoekers zich kunnen ontwikkelen. Maar tevens een academie te creëren welke toegankelijk en inclusief is voor de gehele samenleving. Wel, welkom. Dankjewel voor het filmpje. Ik vroeg me af of je iets meer zou kunnen zeggen over die strategieën waarmee die kankercellen geïdentificeerd kunnen worden. En ik als een leek denk dan van, ja, maar hoe werkt dat dan in die volgende stap? Stel dat je zo'n strategie hebt dan, of dat je daar iets over vindt. Hoe kan je dat implementeren? Hoe kan je dat dan toepassen? I think it's very easy to draw an example with what we had with the COVID, right? Because we developed very fast a vaccine to protect us from the infection. It's very easy for our body to see something that is very different from our own cells. And there, you just basically inject a bit of the virus as a vaccine and you tell the body, hey, attack this cell. The problem of cancer cells is because they come from our own cells. Sometimes there are just very little details that are different between healthy cells and cancer cells. And the immune system is not supposed to go crazy when just a little thing is different. Otherwise, we would be constantly be afflicted with autoimmune disorders. Nevertheless, it has the potential, it has the mechanisms that we can use in our favor to really say, hey, really focus on this specific part that is different and go there with your full force. And there's still a lot, luckily, that we don't know about biology, so we still have a job for a couple of years. And there's a lot unknown, and there's a lot of potential with getting to know the biology of the immune system. So, and then it's really also about kind of really in detail establishing the differences between the healthy cells or your own cells and yeah, those cancer cells then. But it's also at the same time, so this is a very translational angle, right, what I'm saying. But it's very important also to stress that this only comes from really investing in getting deep into the fundamental knowledge of how things work, because only then we'll be able to develop tools. But I'm very confident that in the coming years we'll have good solutions. It's very fascinating and important. When it comes to the Young Academy, you talk about stimulerende en duurzame academische context. Yeah. Kan je iets vertellen over hoe je dat voor je ziet? Kan je daar iets concreter over zijn? I see a university as an open system, as a box where knowledge is generated. And currently I see people busy with a lot of things that do not necessarily relate to the generation of knowledge. And I see people not being completely happy with what they're doing in an academic context. So I think, one, we need to take care of people, and we need to make sure people are happy doing their job, and that we focus on our main task, which is generating knowledge and educating people. Nice answer. Yeah. Thank you, Val. Thanks. We zijn halverwege. Ik hoop dat de mensen thuis ook nog vol enthousiasme achter hun scherm zitten en net zo genieten als de zaal hier. En halverwege betekent dat we een soort intermezzo krijgen. Arjan Houtenpen, een van de leden van de Lichting 2017, gaat daar iets in betekenen. Dus ik geef het woord met heel veel plezier aan hem. Invullen leden 2017, mooi zeg. Ik wou dan graag de leden van 2017 ook maar uitnodigen om hier naar voren te komen en hier zo mooi achter de microfoon te komen staan.
Gewoon op een rijtje. Maak je geen zorgen, komt helemaal goed. Ja, dames en heren, nieuwe leden. Het lijkt wel gisteren dat 5 jaar geleden zelf op het podium stonden om benoemd te worden. Hè? Net als jullie, jong, fris, vol ambitie. En hier staan we, 5 jaar later nemen we afscheid, moe en uitgeblust. En echt alles hebben wij gegeven voor de jonge academie. Het is tijd om uit te rusten op het plusje, mensen. Maar het is wel een hele fijne groep mensen van wie jullie afscheid moeten nemen. Mag ik dat zeggen? Ik denk dat jullie ons nog gaan missen. Helaas hebben we de laatste 2 jaar natuurlijk een gekke tijd gehad. We hebben elkaar veel minder kunnen zien dan we daarvoor deden. Door een van de vervelend virus. En dit afscheid komt dus eigenlijk 2 jaar te vroeg of 2 jaar te laat. Net hoe je het wil zien. Maar nu is eigenlijk niet de goede tijd. Wat ik wil doen, is iedereen even kort zelf laten zeggen wat zij het meest bijzonder hebben gevonden aan de Jonge Academie. Iets wat ze misschien kunnen meegeven van de 5 jaar die ze hebben doorgebracht. Maar u kunt allemaal tellen natuurlijk. En er zijn 10 leden ieder jaar in de Jonge Academie. En ik tel er hier 5, maar dat komt omdat ik mezelf niet zie. Dus het zullen er 6 zijn. Dat betekent dat we 4 leden missen. We missen een aantal mensen. Aaron Wilson was lid van ons jaar. Die heeft door persoonlijke omstandigheden nooit heel veel kunnen bijdragen. Lude Franke. Ik ken niemand die zo druk is als Lude. En dat zal er iets mee te maken hebben dat hij hier ook niet is. Maar als hij er wel was, was het een force of nature vol met ideeën. En waar hij nu ook is, ik hoop dat het hem goed gaat. Christine Steenberg was er zeker altijd wel bij. Hele belangrijke bijdrage geleverd. Hele gezellige bijdrage geleverd. Maar dat kunt u vermoeden, zij zit thuis met COVID. Zo gaat dat. Quentin Bourgeois, ik had hem hier gehoopt te zien. Fijne collega geweest, geweldige archeoloog uit Leiden. Als jullie ooit de kans krijgen om met Quentin de Veluwe te bezoeken, doe dat. Want je zult nooit meer op dezelfde manier naar de Veluwe kijken. Maar dat zijn de mensen die er niet zijn. We hebben ook mensen natuurlijk die hier wel zijn. En dan wou ik heel graag beginnen met Frans Snik. Want Frans is volgens mij zonder enige twijfel het meest bijzondere lid van onze lichting. Zijn we het daarover eens? Ja. Frans is over alles enthousiast. Heeft van alles verstand. Zegt op alles ja. En ik heb me heel vaak minder waardig gevoeld vergeleken met de werklust en het enthousiasme van Frans. Ik heb ook wel vaak gedacht dat je niet goed snik bent. Die grap hoor je vast vaker. Ja. Ja, sorry daarvoor. Frans, wat zou jij willen meegeven in een paar zinnen over je tijd bij de Jonge Academie? Nou ja, volgens mij het standaard antwoord van iedereen die je dat vraagt is dat het zo bijzonder is om met al deze bijzondere mensen, interessante mensen samen te mogen werken. Dus dat antwoord kaap ik alvast even voor jullie allemaal weg. En volgens mij een van de fijne dingen die we afgelopen jaren voor elkaar hebben gekregen, dat we dat ook willen gaan delen met de samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van citizen science. Daar hebben we nu een heel plan voor opgetuigd. Dat voeren we nu nationaal uit. Dat gaan we ook samen doen met de weekendschool. Gelukkig de jongerenlichting neemt dat van ons over. En we hebben hier ook in dit huis de Academie van Kunsten, dus ook de samenwerking met de kunstenaars en dat deel van de samenleving is heel inspirerend, kan ik jullie vertellen. En daarvoor zijn we nu ook een nationale strategie voor aan het ontwikkelen voor onze nieuwe minister, die daar vast ontvankelijk voor is. En daar zijn we nog even mee bezig, dus jullie zijn nog niet helemaal van mij af. Ik wou net gaan zeggen, volgens mij heeft Frans nog niet helemaal door dat hij vandaag afscheid neemt. Maar dat lijkt me een hele goede zaak voor de Academie, wou ik er even bij zeggen. Celia Berkers, ja. Vanaf het begin was het echt geweldig om met jou samen te werken. Je hebt een geweldige no-nonsense, can-do-mentaliteit, hoorde ik heet dat. Dat ben jij voor mij helemaal. Je lijkt ook echt helemaal nergens bang voor. Zo heb ik jou in ieder geval ervaren. Alles ga je gewoon aan. Wat heb jij voor wijze woorden na deze 5 jaar? Of niet wijze woorden, een grapje. Wijze woorden? Microfoon, ja. Nou, ik moet zeggen dat voor mij, de Jonge Academie, het voelde altijd een beetje als spijbelen als ik hierheen mocht. Weet je, dat je een dagje niet bezig hoeft te houden met beslommeringen en e-mails. Maar je gewoon de hele dag leuke dingen mag doen. Alleen maar leuke dingen. Je bezig mag houden met alle facetten van de wetenschap. En zoals Frank al zei, met een even fantastische groep wetenschappers van alle disciplines en alle universiteiten. Ik heb enorm veel geleerd van de prachtige wetenschap die iedereen doet. Ik heb denk ook de meest inspirerende discussies de afgelopen 5 jaar hier gevoerd. Dus ik kom vooral zoveel mogelijk. En ik denk dat die mij misschien wel op dagelijkse basis ook nu nog beïnvloeden in hoe ik mijn werk gewoon aan de universiteit doe. Dus ik vond het echt onwijs bijzonder. Ik voel me een beetje lid af, maar ambassadeur voor het leven misschien. Dus heel veel plezier, denk ik vooral. En dank aan mijn fantastische jaar voor de fantastische tijd. Nou, als dat geen wijze woorden waren.
Dat was in ieder geval een goede one-liner. Merel Keizer, Merel, ik heb heel veel van jou geleerd. Vooral in het jaar dat we samen in het bestuur zaten. Er komen best wel moeilijke zaken in zo'n bestuur langs. En het enige wat je hoeft te doen is naar Merel te kijken en te zien dat je over de moeilijkste en spannendste zaken gewoon heel rustig kunt blijven en heel nuchter. En, ja, je lost het gewoon op. Daar heb ik echt heel veel van geleerd. Wat heb jij nog te zeggen aan het einde van deze periode? Wow, dat is al mooi. En er is ook heel veel gezegd al. Een van de dingen die... kijk ook naar de nieuwe leden, want het is toch ook een beetje op jullie richtend. Wat kun je verwachten en wat kun je eruit halen? Toen ik begon 5 jaar geleden, toen had ik een aantal meer senior collega's en die al van alles gedaan hadden daarna. Maar teruggekeken op hun tijd in de Jonge Academie en daarbij zeiden ze dat is de meest betekenisvolle... periode 5 jaar geweest van mijn hele academische loopbaan. En toen dacht ik, nou, dat moet dan wat gaan worden. Maar het is echt zo. Het is na het einde van die 5 jaar, als ik terugkijk, ook een hele, de meest betekenisvolle periode geweest. En een aanloop hier naartoe, van waar ligt dat dan aan? En dat is heel moeilijk te zeggen. Het is de energie die er ontstaat. Dat hebben we vandaag ook weer gemaakt in de ledendag. Maar ook de fantastische ondersteuning die er is. Maartje, Cas, iedereen van het bureau die hier rondloopt. Dus de hele infrastructuur. Het is een hele goedlopende machine. En ook de samenwerking met het genootschap. En dat maakt het ook heel bijzonder dat als je iets wil, dan kan het. Als je ideeën hebt, dan staan er mensen klaar om het samen met jou uit te gaan voeren. En dat heb ik als heel bijzonder ervaren. Dus daar kijk ik met heel veel plezier op terug, samen met al deze mensen. En we gaan heel snel hopelijk een alumnusvereniging heel goed van de grond krijgen. En het alumni-dagen en terugkomdagen, want we gaan het zeker heel erg missen. Jullie zijn nog niet van ons af. Zeker niet. Hester den Ruiter. Hester, ik zou echt heel veel over jou kunnen zeggen. Maar als ik nou maar één zin heb, dan zou het zijn dat ik niemand ken die zoals jij je mannetje staat. En dat klinkt misschien seksistisch, maar als hoogleraar bij cardiologie in Utrecht zul je wel moeten. Dat hebben we vandaag bij het diner nog maar eens gehoord. Dank je wel voor laten zien hoe sterk je kan zijn in het bestuur. Ik heb daar echt veel respect voor. Nou moet er wel wat komen ook natuurlijk. Dus wat zou jij nog willen zeggen? Sorry voor de slechte opzet. Nee, ja, het is inderdaad voorbij gevlogen. En dat in een periode in je carrière dat eigenlijk alles tegelijk komt. Heel veel van ons hebben een jong gezin, zitten in een tenure track van UHD, UD naar een nieuwe fase in de carrière. En dit is pure ontspanning. Dit is zo leuk om met elkaar te kunnen praten over de breedte van de wetenschap zonder competitie. Want die creativiteit die je voelt en het feit dat je allemaal toch zo'n waardering hebt voor elkaar en zo'n fascinatie voor al die vakgebieden. Ik weet nog wel het eerste jaar dat ik hier was, dat ik dacht, oh ja, ik kom uit een academisch medisch centrum. En waar ik op beoordeeld word, is zo anders dan Jeroen of dan Arjan. En dat je die breedte ziet van de wetenschap en dat je daar gebruik van kan maken en dat je al die creatieve mensen om je heen hebt, goed ondersteund. Ik vond het een feestje en het voelde altijd aan als een warm bad. Al was het de afgelopen 2 jaar iets minder warm. Maar dus ik wens jullie ongelooflijk veel succes. En inderdaad, het doel is natuurlijk om een goede alumnus op te richten. Zodat jullie in ieder geval nog niet van ons af zijn. Want ik hoop dat we nog vele jaren in ieder geval van elkaar goed geïnspireerd kunnen blijven. Dus geniet ervan. Dank je wel. Jeroen de Ridder. Toch? Ja. Ja. Ook bekend als de filosoof met de 10 vingers. Of de filosoof met de 10 pakken, kiest u maar. De paterfamilias van de Jonge Academie. Voorzitter de afgelopen 2 jaar. Ik kan natuurlijk wel wat over jou zeggen, maar wij weten allemaal dat je dat zelf veel beter kunt. Dankjewel, Arjan. Ik heb 13 punten voorbereid. Nee, ik heb heel veel gezegd de afgelopen 2 jaar op camera, van de camera af ook vandaag gelukkig nog een beetje, dus ik hou het kort. Wat ik heb geleerd bij de Jonge Academie, en dat heb ik geleerd van mijn voorganger Belle, van de voorganger daarvoor Rens, medebestuursleden, andere jaargangen en mijn eigen jaargang natuurlijk, is dat niemand van zure zeikers houdt. Want
daar zijn we als wetenschappers soms best wel goed in. We zitten te klagen over te weinig geld of te weinig carrière-mogelijkheden of andere problemen in ons vakgebied of andere vakgebieden. En natuurlijk, die problemen zijn er heus wel, daar proberen we aan te werken. Maar wat ik nou zo fantastisch heb gevonden bij de Jonge Academie, is dat we hier altijd proberen te zoeken naar oplossingen voor die problemen. Dus natuurlijk spreek je uit dat het soms wel moeilijk is, maar daarna ga je nadenken, oké, maar hoe kunnen we dit aanpakken op een creatieve manier? En dan ga je met al die mensen bij elkaar en praten en een uur of soms 3 maanden of soms een paar jaar later heb je ideeën waarmee je aan tafel zit bij het ministerie, bij de KNW, bij NWO. En dat mensen die, ik heb ook ervaren, dat is eigenlijk het leuke, die bestuurders houden natuurlijk ook niet van zure zeikers. Die willen graag mensen die problemen willen aanpakken en oplossen. Dus die mindset, dat ga ik voor altijd meenemen. Bedankt. Ik wist niet wat deze mensen zouden zeggen. Ik heb niet zo heel veel meer toe te voegen, behalve 1 ding. 5 jaar in de Jonge Academie, natuurlijk, je kunt een heleboel impact hebben en doe dat vooral. Maar het geheim volgens mij van de Jonge Academie is dat we het vooral leuk hebben. En omdat we het leuk hebben, hebben we samen impact. Niet andersom. Geniet daarvan. Dank jullie wel. Jullie worden zo meteen, geloof ik, ook nog een keer toegesproken. Dus er is ruim aandacht voor jullie, maar ik neem toch even 2 quotes mee. Niemand houdt van zure zeikerts. Dat is er eentje die ik inderdaad wel herken. En lid af en ambassadeur voor het leven. Ik denk dat dat eigenlijk geldt voor alle mensen die bij de Jonge Academie weggaan. Dankjewel, Arjan. Dankjewel, Lichting 2017. We gaan door met het 2e deel van de filmpjes en de introductie van de nieuwe leden. En dan komen we aan bij Jim Portugies. Mijn werk draait om de wiskunde van het menselijk leren en nauw daarmee verbonden zet ik me in voor meer vriendelijkheid binnen het onderwijs en de wetenschap. En in plaats van vriendelijkheid zou ik liever het boeddhistische woord metta gebruiken. Dat drukt gewoon beter uit wat ik bedoel, alleen is het natuurlijk veel minder bekend. Goed, klinkt misschien gek. Boeddhisme, menselijk leren, wiskunde, allemaal in 1 beschrijving. Aan de andere kant, boeddhisme heeft veel inzichten in hoe het menselijk brein zou functioneren. En die inzichten zijn ook nu relevant en vaak heel wiskundig van aard. Oké, praktischer. Ik probeer de wiskundige processen achter het menselijk leren bloot te leggen, na te maken in een robot, zodat zo'n robot uiteindelijk misschien wel net zo goed kan leren als een klein kind. Daarnaast maak ik een kunstmatige wiskundeleraar die studenten helpt bij het aanleren van een belangrijke vaardigheid, namelijk het leveren van wiskundige bewijzen. En het leveren van die wiskundige bewijzen is zo moeilijk dat studenten zichzelf daarbij vaak enorm tegenkomen, met faalangst, motivatieproblemen. En dit is waar die metta, die vriendelijkheid, zo belangrijk wordt en dan in de eerste plaats ook vriendelijkheid van de studenten richting zichzelf. Did I need to change those? Ja? En ik probeer ze hierbij te helpen door mij kwetsbaar op te stellen, door expliciet het gesprek aan te gaan over moeilijke onderwerpen en de studenten steeds op het hart te drukken, een wiskundige hoeft zichzelf niet te bewijzen. En ik merk dat die houding de studenten enorm helpt en dat ook de kwaliteit van hun werk verbetert. Nou zie ik niet alleen studenten worstelen met hun welzijn, maar ook mijn collega's. En op kleine schaal zie ik hoe metta hier een positieve verandering in kan brengen. En ik wil het breder gaan uitdragen. Want ik ben ervan overtuigd dat als we het welzijn van de wetenschappers verbeteren, dat we dan ook de kwaliteit van de wetenschap verhogen. Dankjewel, Jim. En ik denk dat jij eigenlijk het woord dat Jeroen Zocht net hier hebt geïntroduceerd, namelijk metta, dat is lijkt een beetje tegenovergesteld te zijn van zure zeikert zijn. Als ik het een heel klein beetje ga. Wat ik heel mooi vind in jouw filmpje is dat jij zo stilstaat bij de student. En dat die heel centraal is ook in je onderzoek. En dat je daarmee dus op een bepaalde manier ook een soort combinatie tussen onderwijs en onderzoek weet te maken. Zie jij daar ook, in mijn ervaring van ook alweer een aantal jaren geleden, was dat de Jonge Academie altijd een beetje worstelde wat ze met de onderwijskant van het wetenschapper zijn moesten doen. Ja. Kan jij ze daar een beetje in op weg helpen? Misschien.
Ik denk wel dat dat mijn doel is, ja. Dus ook ik, ja, ik heb gevraagd toen ik hier kwam en van bijvoorbeeld waar zit onderwijs, in welk tracé zit dat bijvoorbeeld? Ja, hoe gaat de jonge academie daarmee om? En ik denk, dat is nog waarschijnlijk nog een beetje zoeken. Tenminste, dat was mijn eigen indruk, ja. En ik hoop dat ik het kan gaan oppakken binnen de jonge academie. Omdat onderwijs is ook een van de kerntaken van de universiteiten. En ik hoop dat we dat we ons daar meer voor kunnen inzetten. Ja. En zou je dat willen doen met een eigen tracé? Of dat is een gevoelige vraag bij de jonge academie, weet ik, hè? Moet het wel of geen tracé worden? Nou, daar hoef ik dan geen uitspraak over. Oké, dan hoef je dan... Kom je nu nog mee weg, hè? Volgend jaar niet meer. Hey, Andy, en je zegt, hè, die meta is niet alleen belangrijk naar studenten toe, maar ook naar elkaar als wetenschappers, als wetenschappers toe. Ja. Hoe gaan we dat een beetje meer incorporeren? Nou, ik denk dus dat... Daar zie ik hoe het werkt met studenten in eerste instantie. Hè. Dus daar is het een heel gesloten omgeving, een klaslokaal. Dan is het makkelijker om in gesprek te gaan. Maar ik probeer die elementen mee te nemen. Dus in de eerste plaats denk ik dat in gesprek gaan met mensen heel belangrijk is, over moeilijke onderwerpen. Veel mensen die worstelen of met werkdruk, of met imposter syndroom, sociale veiligheid. Maar het is niet altijd heel duidelijk dat je hierover kan praten. En ik denk dat het belangrijk is om hier wel over te praten. Dus er was een voorstelling die nu ook door Nederland gaat, Mindlab, met ook allemaal moeilijke onderwerpen binnen de academische wereld. En daarna wordt dat gesprek op gang gebracht. En ik denk dat dit een heel belangrijk proces is. En nou, dat wil ik dus gaan doen. Ja. Hartstikke mooi. Dankjewel. Okay. En het volgende filmpje is van Else Starkenburg. Else Starkenburg. Ik zou jullie graag willen meenemen op een korte reis door de geschiedenis van ons Melkweg. Dit vakgebied wordt ook wel galactische archeologie genoemd. Net als een gewone archeoloog gebruiken wij hele oude objecten om iets te leren over het verleden. In ons geval zijn dat sterren. Sterren kunnen heel oud worden en ons helemaal mee terugnemen naar de tijd dat sterrenstelsels zoals de Melkweg gevormd werden en zelfs nog verder terug naar de vorming van de allereerste generaties van sterren, net na de oerknal. De Melkweg bestaat uit miljarden sterren en het is dus ook best lastig om deze allereerste generatie sterren eruit te pikken. Toch is dat precies wat mijn internationale team en ik proberen te doen. Eenmaal gevonden, dan proberen we met grote telescopen deze sterren meer in detail te bestuderen. We kijken waaruit ze gemaakt zijn en hoe ze zich bewegen door de Melkweg. Zo krijgen we een beeld hoe de Melkweg is opgebouwd uit generaties na generaties van sterren. En uiteindelijk natuurlijk ook de vorming van jongere sterren zoals onze zon en daarbij horend onze aarde. Ik vind het fascinerend dat we zoveel te weten kunnen komen over sterren die zo ver weg van ons staan. Ik denk ook dat het heel diep menselijk is om ons af te vragen waar we vandaan komen en hoe dat allemaal begonnen is. En het is denk ik heel mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren, ook al is die maar heel klein. Mijn vakgebied is heel internationaal. En ik vind het heel inspirerend om met al deze talentvolle wetenschappers te werken uit de hele wereld. Een internationale wetenschappelijke carrière brengt echter ook veel uitdagingen met zich mee. En binnen de jonge academie wil ik me graag inzetten voor een groep van wetenschappers die vaak een beetje tussen wal en schip valt, de postdocs. Door mijn steentje bij te dragen aan een bredere en meer inclusieve aanpak van wetenschap, hoop ik dat er ook in deze fase steeds minder talent verloren zal gaan. Ik heb er ontzettend veel zin in. Else, dankjewel. Ik was enorm gefascineerd door die sterren. Ik denk dat mensen dat sowieso hebben. Zeker mensen die er helemaal geen verstand van hebben. Die vragen er allerlei hele basale dingen over. En ik vroeg me af, zou je mij eens kunnen uitleggen hoe je nou een oude ster van een nieuwe ster onderscheidt? Ja, dat wil ik graag proberen. Dus waar we graag naar kijken is waar zo'n ster uit gemaakt is. Dus vlak na de oerknal was er alleen in het heelal waterstof en helium en een heel klein beetje lithium. Dus eigenlijk waren alle andere elementen, zoals de zuurstof die we nu in de lucht hebben en ook de koolstof in onze lichamen, dat bestond nog helemaal niet. En dus de allereerste generatie van sterren die is alleen uit dat materiaal gemaakt. En die sterren die maken zelf
die zwaardere elementen in hun binnenste door kernfusie. En als zo'n ster eenmaal ontploft, dan komen die elementen vrij. En dus een volgende generatie sterren heeft dus een klein beetje van dat extra materiaal in zich. En zo gaat dat verder en verder totdat inderdaad sterren zoals onze zon kunnen vormen met alle zwaardere elementen die ons leven mogelijk maken. Dus een hele oude ster, dan kijken we waar is zo'n ster van gemaakt. En dan proberen we sterren te vinden die heel weinig van die zwaardere elementen hebben. Dus heel weinig koolstof, zuurstof, magnesium, heel weinig ijzer. En dan denken we, dit is echt een hele oude. En dit is zo mooi aan eigenlijk alle leden van de Jong Academie. Die kunnen in een paar zinnen een heel moeilijk en complex vraagstuk heel duidelijk uitleggen. Dankjewel. Hey, wat je in je filmpje zegt is dat je specifiek aandacht wil voor de precaire rol van de postdoc in ons academisch stelsel. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk punt is. En ook wel een punt is waar ook in het verleden de Jong Academie wel een beetje mee heeft geworsteld. Hè? Want de postdocs zijn geen lid, of zijn meestal geen lid van de Jong Academie, maar mensen identificeren zich daar toch nog wel mee, want dat is helemaal niet zo lang geleden meer. Hoe zou je dat willen aanpakken? Ga je proberen om te zeggen van, nou, misschien dat postdocs ook wel lid zouden moeten kunnen worden van de Jong Academie, of ga je hen opzoeken op een bepaalde manier? Op welke manier zou je dat concreet handen en voeten kunnen geven? Ja, ik heb affiniteit met de postdoc niet alleen omdat ik er zelf een ben geweest, maar ook omdat in mijn tijd in Canada heb ik een beetje onderzoek gedaan naar het welbevinden onder postdocs. En wat daar een van de dingen die daar heel interessant in was, is dat het ook heel verschillend is natuurlijk over vakgebieden en over culturen. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is in eerste instantie om een beetje in kaart te brengen hoe dat in het Nederlandse wetenschapsgebied is. En dat zou ik graag samen met alle andere leden van de Jonge Academie doen. Door vooral ook te kijken van hoe kunnen we nou daar het beste helpen. Maar wat je ziet is dat bijvoorbeeld in een document zoals Erkennen en Waarderen, dat er heel veel aandacht is natuurlijk voor de wetenschapper die in de tenure track zit en de wetenschapper die de PhD-student. Maar dat de postdoc, die valt er inderdaad vaak een beetje tussen. En daar zou ik me graag voor inzetten dat we daar met z'n allen ook over nadenken. Hoe we die het beste mee kunnen nemen. En dat kan natuurlijk ook in combinatie met de Vereniging van de Nederlandse Postdocs. Natuurlijk ook met hen zelf. Dat zeker. Niet over hen, maar ook met hen. Niet over hen, maar met hen. Ja, okay, precies. Dankjewel, Els. We gaan door naar het volgende filmpje van Puyan Tamimi Arab. Mijn onderzoek gaat over de scheiding van kerk en staat en religieuze tolerantie. Ik schrijf met name over materiële religie. Denk daarbij aan gebouwen, geluiden, afbeeldingen en voedsel. Ik heb onderzoek gedaan naar de elektronische versterking van de islamitische oproep tot gebed in Nederland, controversies rondom islam en visuele cultuur, en een van mijn favorieten, hoe flessen wijn de idealen van migranten en vluchtelingen uit landen zoals Afghanistan en Iran vertegenwoordigen, en wat die flessen wijn ons leren over hun leven en de betekenis die ze geven aan het leven in het Westen. Ik ben geboren in Iran, een theocratie, waar een charismatische leider religieuze sentimenten wist te mobiliseren en waar religieuze en niet-religieuze mensen nu nog steeds systematisch vervolgd worden. Ik denk dat ik daarom inspiratie vond in de vroegmoderne filosofen zoals Spinoza en Locke, die leefden in tijden van godsdienstoorlogen. Spinoza waardeer ik vanwege zijn autonome houding, zijn analyse van de religie als een product van de menselijke verbeelding en zijn realistische kijk op de mens als speelbal van de emoties. En Locke vanwege zijn pleidooi voor de tolerantie, niet alleen als een moreel project, maar als een recht, zoals hij dat zegt, dat institutioneel verankerd zou moeten zijn. Als lid van de Jonge Academie wil ik mij inzetten voor idealen zoals de publieke rede. Ik bedoel daarmee dat we naar elkaars argumenten luisteren. Dat we accepteren dat redelijke mensen het oneens kunnen zijn. En dat we als wetenschappers handelen vanuit een algemeen belang.
Dankjewel. En wat een enorm fascinerend en mooi vakgebied heb je. Ja. Ik was door één uitspraak of één dingetje waarvan je zei van daar doe ik onderzoek naar, was ik speciaal getriggerd. Namelijk de, zoals je volgens mij zelf zei, de controverse tussen islam en de visuele cultuur. Kan je daar iets meer over zeggen? Waar zit die controverse in? Oeh, dat is een lastige... In anderhalve minuut of zo. Nou, het is voor mij heel belangrijk als we over dit soort controversies willen nadenken op een normatieve manier. Dat we empirisch echt weten waar we het over hebben. Dus daarom probeer ik dat empirische onderzoek te combineren met filosofie. En als het gaat over visuele cultuur... heb ik bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar hoe musea omgaan met afbeeldingen. Dus je zag net een miniatuur met daarop de profeet Mohammed onder andere te zien. En dan is het de vraag van ja, hoe stel je dat tentoon en wat vertel je daarbij? Moet een museum bepaalde groepen meer proberen aan te trekken of maakt dat juist niet uit? Ik heb een filosofische interesse daarin. Maar het is denk ik heel belangrijk, juist als je met dat soort gevoelige thema's, als je daarmee bezighoudt, dat je bijvoorbeeld echt weet, wat is dat eigenlijk voor afbeelding? Ja. In wat voor context is dat gemaakt? Hoe is de betekenis die daaraan werd gegeven door de tijd heen veranderd? Zodat je dat op een soort rustige en wel kritische manier kunt bestuderen. Ja. En daar komt dus ook jouw interesse misschien wel voor die publieke reden vandaan. Die je ook in de jonge academie wil introduceren. En wat je daarover zei is dat redelijke mensen het ons eens kunnen zijn. Ja. Zijn wij in de wetenschap te veel op zoek naar consensus, denk jij? Nou, dat weet ik niet. Maar ik bedoel niet een soort vulgair relativisme of zoiets. Nee. Of zo van, oh, iedereen's mening... is oké, en dat hangt maar af van welk perspectief je hebt. Maar ik hoorde bijvoorbeeld vandaag een paar keer dat het heel belangrijk is dat je plezier hebt en dat je bijvoorbeeld samen hier bent. En ik denk dat dat wel heel anders is dan... dus die redelijkheid die daaruit volgt is heel anders dan bijvoorbeeld rationaliteit, waarbij je puur kijkt naar bijvoorbeeld hoe iets is, feitelijk. En redelijkheid zie ik veel meer als het vermogen om... naar elkaar te luisteren. En ik denk dat daar hoort dus bij dat je naar argumenten luistert. Maar ook zelfs dat we hier gewoon bij elkaar zijn en bijvoorbeeld een glas wijn met elkaar drinken. Dat helpt, denk ik, daarbij. En ja, ik zie dit ook als een soort symposium. In dat filosofisch ook voor mij een soort symposium, jullie allemaal hier bij elkaar. Nou, dat nemen we mee. Dankjewel. Dag gedaan. En we gaan kijken naar het volgende filmpje van Juri Tijdink. Tijdens mijn studie geneeskunde stond ik soms met verbazing te kijken wat wetenschappers allemaal doen om hun wetenschappelijke resultaten te publiceren. En in dat proces van het vergaren van kennis vond ik eigenlijk de wetenschapper het meest interessant. Want wat... drijft hen. Ik wilde als het ware, ik ben een psychiater, ik wilde als het ware in de geest van de wetenschapper kruipen. Hoe komt het dat de ene wetenschapper succesvoller is dan de andere? Wanneer zijn wetenschappelijke resultaten betrouwbaar? Wat is nou precies relevant onderzoek? En waarom wil iedereen een Nature publiceren? En zelfs, waarom is de academie soms een slangenkuil? Al die aspecten op het gebied van wetenschappelijke integriteit... daar doe ik nu onderzoek naar. Wat beweegt die wetenschapper? Ligt dat aan de wetenschapper zelf? Bijvoorbeeld persoonlijkheid of andere factoren, de psychologie. Ligt dat meer aan de afdeling waar aan werken, het klimaat, het onderzoeksklimaat? Ligt dat meer aan het instituut waar ze werken en die hen al dan niet helpt met het doen van verantwoord en betrouwbaar onderzoek? Of ligt dat aan hoe wij in Nederland onderzoek hebben georganiseerd met mogelijke perverse prikkels om al dan niet wetenschappelijke resultaten zo snel mogelijk te publiceren, dan wel betrouwbaarder te maken. En in mijn onderzoek zoek ik dan naar manieren om wetenschap betrouwbaarder te maken en accurater, maar ook
om manieren te vinden om wetenschappelijk wangedrag te kunnen voorkomen. Door het verantwoorde onderzoeksgedrag te kunnen stimuleren of belonen. Bijvoorbeeld door open science te stimuleren of door team science te waarderen, door goed leiderschap te waarderen, door samenwerkingen juist goed voor het voetlicht te brengen en te erkennen. En als het goed is, krijg je hem door dat ook te stimuleren. Betrouwbaarder onderzoek, betrouwbare wetenschappers. Ja, en volgens mij krijg je dan uiteindelijk ook gelukkigere wetenschappers. Juri, wat mooi onderzoek. En als we het over erkennen en waarderen hebben, dan is jouw onderzoek daar spot on. Ik geloof dat we daar het ruimte voor ieders talent, de kernbegrippen, wel even terug hebben gehoord hier in anderhalve minuut. Ik was benieuwd of je iets van een antwoord had op die grote vraag: aan wie of wat ligt het nu eigenlijk? Is het de individuele wetenschapper? Is het de bescheiden context, de hogere context of misschien zelfs de nationale context? Kijk, ik zou natuurlijk willen dat het alleen de individuele wetenschapper was. Ja. Want dan konden we die veranderen en dan konden we alleen maar de meest betrouwbare wetenschappers selecteren. Maar het is natuurlijk, dat weet je denk ik ook, het ligt natuurlijk aan al die verschillende factoren. Want het is en het klimaat dat ontzettend veel invloed heeft op het gedrag van de wetenschapper. Het is de wetenschapper zelf, de persoonlijkheid zoals ik al zei. Het is ook hoe we het organiseren, waar de stimulering zit, wanneer je dingen snel moet publiceren of wil publiceren. Dus er zitten, ja, dat is zo leuk aan mijn vakgebied, is dat het gaat en over wetenschap en het gaat over heel veel verschillende thema's. Ja. Soms ook ingewikkeld, maar vooral heel leuk. Maar prachtig. En die interacties zijn natuurlijk enorm interessant. Ja. En ik hoor je ook iets zeggen over veranderen. En dat is mooi, hè? Dus je wil niet alleen eerst kijken van wat is er aan de hand, maar hoe kunnen we het nu, hè? Hoe kunnen we de wetenschappers beter, betrouwbaarder en uiteindelijk gelukkiger maken? Ja. En als je nou één ding in het Nederlandse wetenschapslandschap zou mogen veranderen, wat zou dat zijn? Let op, hè, Ineke. Dit is, Ja. Ja. Ik kijk, ik heb natuurlijk verschillende stokpaardjes. Je mag er ook twee doen als je ze heel kort doet. De uitkomst is een gelukkige wetenschapper. Dus ik denk dat twee dingen. Eén is het klimaat. We vergeten te vaak hoeveel invloed een onderzoekscultuur of klimaat. Dat zijn ongeveer dezelfde concepten, hoeveel invloed die heeft op het gedrag van wetenschappers. En dat weten we natuurlijk uit de psychiatrie. We weten het is de genetica, maar het is ook de omgeving. Dus daar kunnen we echt veel meer aan doen. En het tweede is, en dat is een gedeelte van de cultuur, is goede supervisie. Want die PhD-studenten, dat zijn toch de sterren van de universiteit. Zij publiceren, zij produceren het meeste kennis. En die moeten we goed begeleiden. En dat is denk ik een hele belangrijke taak die wij hebben. En daar hebben we echt nog te weinig aandacht voor. Dus allemaal betere supervisie worden. Dus dat zou ik willen veranderen. Okay. Dankjewel. En dan wordt iedereen gelukkig. Echt waar. Ja. Zowel de PhD-studenten als de supervisie. Dankjewel, Juri. We gaan naar de laatste. Het laatste filmpje. Fleur Zeldenrust. Als 's ochtends mijn wekker gaat op mijn telefoon, dan wil ik die natuurlijk zo gauw mogelijk uitzetten. Dus maak ik grote bewegingen met mijn armen om mijn telefoon te vinden, kleinere bewegingen om mijn telefoon te pakken, en nog kleinere bewegingen om mijn wekker uit te zetten. Dat laat zien dat waarneming, in dit geval voelen, een actief proces is. Dat wil zeggen, wat ik voel van mijn vingers en mijn armen hangt af van hoe ik beweeg. Maar hoe ik beweeg hangt weer af van wat ik net gevoeld heb, van waar ik denk dat mijn telefoon is. Dus ik, mijn hersenen, mijn zintuigen, passen zich voortdurend aan mijn beeld van de omgeving. En dat is wat ik probeer te snappen. De hersenen bestaan uit 100 miljard neuronen. Het is meer dan een ster in de Melkweg zijn. Daartussen zitten een biljard verbindingen. Het is dus een enorm complex netwerk dat er op de een of andere manier voor zorgt dat ik 's ochtends mijn telefoon kan pakken en mijn wekker kan uitzetten. Ik probeer de hersenen te begrijpen door middel van wiskunde en computersimulaties. Ik gebruik daarbij de snorharen van knaagdieren als een modelsysteem. Knaagdieren leven van nature onder de grond in holletjes en ze gebruiken hun snorharen eigenlijk net als wij onze vingers gebruiken.
Ik werk daarbij samen met andere wetenschappers die ook proberen complexe netwerken te begrijpen. Bijvoorbeeld moleculaire netwerken of netwerken in de kunstmatige intelligentie. Of bijvoorbeeld zwermen van spreeuwen. Ik vind het heel leuk om dit soort complexe problemen uit te leggen aan anderen buiten de wetenschap. Natuurlijk studenten aan de universiteit, maar ook buiten het klaslokaal. En ik hoop dat mijn tijd bij de Jonge Academie hiermee nieuwe manieren zal laten zien om dit soort dingen uit te leggen. Bijvoorbeeld door middel van het maken van filmpjes. Nou ja, jij hebt je eerste product eigenlijk al afgeleverd hier. Je bent al eens begonnen formeel en je bent al weer enorm leuk. En wat mij enorm triggerde aan het filmpje toen ik het gisteren al keek, was inderdaad die verschillende... Eigenlijk die hele verschillende toepassingen die je ziet. En je zat inderdaad over die snorharen van knaagdieren, die zwermen vogels. Hartstikke mooi. Als je nou... En ik voel me daarbij wel af van tot hoever gaat zo'n vergelijking dan eigenlijk op? Hè, is zo'n die snorharen waren die triggerden bij mij enorm iets. Maar op een gegeven moment is dat toch ook die vergelijking loopt op een gegeven moment toch ook spaak? Of is dat iets wat je heel erg ver door kunt? Je kunt het hebben eigenlijk over principes. Dus het gaat om netwerken die bestaan uit kleine samenwerkende onderdelen. En die netwerken die hebben een taak. Ik bedoel, in het geval van een zwerm spreeuwen is het niet met z'n allen opgegeten worden. Ja. In het geval van de hersenen is het soms ook niet opgegeten worden als je een gems bent. Heel bezaard, ja. En eigenlijk, maar dat betekent dat er informatie binnenkomt die verwerkt wordt en die vervolgens tot een actie overgaat. En die principes van die informatieverwerking die kunnen heel universeel zijn, heel algemeen. Dus je kunt je voorstellen dat die principes in een zekere abstractie natuurlijk nog steeds gelden voor zowel zwermen spreeuwen als je hersenen. Oh, heel mooi. Hey, en je hebt het in je filmpje op het einde en dat je ook buiten het klaslokaal dit soort complexe zaken wil uitleggen. Ik denk dat het filmpje heeft laten zien dat je daar wel echt talent voor hebt. zie je daar nog andere concrete mogelijkheden? En wat je zegt, van ik wil eigenlijk dat de jonge academie mij laat zien wat die mogelijkheden zijn. Lijkt je de kleur iets zeggen? Terwijl de jonge academie altijd terug zegt, ja, maar wat wil jij zelf eigenlijk doen? Nou, ik vind het heel leuk dat het de Academie van Kunsten en Wetenschappers, of wetenschap is. Dus ik zou eigenlijk heel graag daarmee de samenwerking met de kunsten willen zoeken. Maar daarbij wil ik niet, zeg maar, ik ben de wetenschapper, ik zeg hoe het zit. En dan moet jij er even een leuk filmpje bij maken. Maar ik wil dan dat echt samen met iemand gaan ontdekken. Zo van, ja, weet je, dit is wat ik doe. En wat denk jij nou, bijvoorbeeld AI of hersenwetenschap. Het wordt tegenwoordig overal in de maatschappij gebruikt om ons te beïnvloeden. En daar zitten een paar dingen achter waarvan ik denk, belangrijk is dat we die allemaal weten. En ik kan dat vertellen in een college en is het heel saai. Maar ik denk dat als ik probeer samen te werken met iemand die beter dingen aan de man kan brengen, dat we samen echt tot nieuwe dingen kunnen komen. Super, hartstikke mooi. Dankjewel. Dankjewel. En dan hebben we nu alle 10 de nieuwe leden geïntroduceerd. En komt nu volgens mij het... Nou, ik weet niet of het allerbelangrijkste moment van de avond is, maar het is niet onbelangrijk, want er staat hier een enorme machine achter mij. En daar gaat Ineke iets mee doen, geloof ik. Ik weet wat me te doen staat. Dat is natuurlijk zo. Ik moet om te beginnen even zeggen, wat zijn jullie onweerstaanbaar leuk. Echt fantastisch. Ik heb over alle niveaus van de wetenschap iets gehoord, van het onderwijs aan studenten, promovendi, postdocs, de gelukkige wetenschapper. Er was een collega in Leiden die altijd zei, we zijn hier niet om het leuk te hebben. Jullie bewijzen haar ongelijk. En dat klopt ook, want ik heb net geleerd dat rationele mensen met elkaar van mening kunnen verschillen. Ook over religie heb ik van alles gehoord. En ritueel hoort daar natuurlijk bij. En het bijzondere van een ritueel is dat hetzelfde doet als wat jullie van plan zijn. Namelijk de wereld voor en na het ritueel is een volkomen andere. Met één gongslag ga ik u allen introduceren als lid van de Jonge Academie. En volgens het draaiboek is dat ook een proostmoment. Dus Kas staat daar klaar met een glas.
Ik denk alleen voor de nieuwe leden. Ik denk dat de andere mensen nog even moeten wachten. Maar we naderen het einde, hoor. Dus het... precies. Ja. Nee, Jeroen, je mag nog niet. Dat is de... Uitstekend, Hasse. Ja, dat is het privilege van de voorzitters. En ik mag ook een glaasje, dat is toch, toch mee. We mogen tegen de nieuwe leden zeggen proost en gefeliciteerd. Proost. Proost. En het was al duidelijk, hè, dat er dus 10 nieuwe mensen bij zijn. En dat is nu officieel gelukt. Dat betekent dat de 10 oude leden nu ook officieel geen lid meer zijn. En daar gaat Marie-José nog even wat over zeggen. Dankjewel. Ik hoop alleen maar dat ik over 94 weken net zo'n begaafd speecher ben als Ineke. Dat zou toch eens prachtig zijn. Gefeliciteerd, nieuwe leden. Ik vond het geweldig om jullie filmpjes te zien en over jullie plannen te horen. Ik denk dat het ook met jouw saaie colleges wel meevalt, Fleur. Dat zal wel goed moeten komen. Ik kijk er heel erg naar uit om met jullie meer van jullie te leren. En ook weer benieuwd wat voor projecten eruit komen van de lichtingen van 2021 of 2021. Zijn er ineens weer projecten ontstaan in deze slapende coronatijd die helemaal niet slapend blijkt. Wat fantastisch is om te zien. Maar nu het meest verdrietige toch, is dat de generatie die het meest actief was toen ik binnenkwam als lid afscheid gaat nemen. En Merel, mijn persoonlijke sponsor, een vriendin en toch altijd heel ondersteunend geweest, vindt jammer dat we niet meer met de Vak Noord naar Amsterdam kunnen reizen. Maar ik zou graag even uit willen lichten wat alle leden hebben betekend voor de Jonge Academie. Als eerst is er Quentin Bourgeois, die veel heeft gedaan, bijvoorbeeld over interscience, over identiteit, en ook een ledenweekend heeft georganiseerd. Christine Steenberg, die zich bezig heeft gehouden met het dossier werkdruk, kunst en wetenschap en Mingler, en ook betrokken is geweest bij het ledenweekend. Lude Franke, die KNW-commissie lid was van de toegankelijkheid van data en lid van de Raad Medische Wetenschappen. En Aaron Wilson, zoals gezegd, al door persoonlijke omstandigheden niet heel actief. Maar gelukkig zijn er heel veel heel actieve en die zitten ook hier. Celia, ik heb jou leren kennen als een ontzettend indrukwekkende voorzitter van wetenschappenbeleid. Je was ontzettend to the point, kon het goed samenvatten. Dat vond ik heel indrukwekkend om te zien. Heel uitnodigend ook naar alle leden. En je hebt je ook erg ingezet voor de werkgroepen erkennen en waarderen. Frans. Ik denk dat, ik heb net ook nog gehoord hoe menig lid natuurlijk jou aan de andere kant van de tafel in toch een wat spannende setting heeft gezien. 3 jaar lang heb jij deelgenomen aan de selectiecommissie. Ik weet inmiddels dat een enorme klus dat is. Dus ik denk dat we daar allemaal Frans ontzettend dankbaar voor mogen zijn. Dat hij zoveel dossiers gelezen heeft en daar goed advies over heeft gegeven. En ook de aankomende leden welkom heeft laten voelen. Dat is heel belangrijk. Maar dat is niet het enige wat je hebt gedaan. Je hebt nogal veel gedaan. Het jaarproject Wetenschap in de Klas was je belangrijk in. Wetenschapscommunicatie is altijd heel belangrijk voor je geweest. De Citizen Science, Little Scientist. De samenwerking met de weekendscholen. Kunst en wetenschap. Je hebt ook nog een hele installatie op Amsterdam Centraal gehad, waar we allemaal heel jaloers op waren. Je hebt ook nog het fameuze weekend op een landgoed georganiseerd om het over de Sustainable Development Goals te hebben. En als ik 1 ding spijt van zal hebben in mijn tijd bij de Jonge Academie, is dat ik daar dan niet bij was. Want daar gaat het altijd over. Kennis op het spoor en ook nog een pubquiz die je heel leuk in coronatijd ons toch leuk samen hebt laten zijn. Dus dank je wel voor alles. Fijn dat je er bent. Merel, jij hebt ook nogal wat gedaan. En je was er denk ik vooral altijd. En dat is ontzettend prettig. En zoals anderen al zeiden, je bent altijd kalm. Je hebt overal iets zinnigs over te zeggen. En je bent vooral heel verwelkomend. Dus meta is denk ik iets wat heel erg op Merel van toepassing is.
Je bent bestuurslid geweest, tracé-voorzitter van inhoud en interdisciplinariteit. Je hebt je heel erg ingezet voor de digitale versie van Moendoes, het spel over wetenschap en kennis op het spoor. En ja, we zullen je allemaal heel erg missen. Arjan, bestuurslid, master of show, denk ik wel, vaker. Dat zal niet de eerste en enige keer zijn geweest. En in de werkgroep politiek ook actief. Je bent in de afgelopen jaren dus heel actief geweest als bestuurslid en daar ook een heel gewaardeerd klankbord voor je andere bestuursleden geweest. Ik heb je daar helaas niet in mee kunnen maken, maar ik geloof dat we in een heel prettige cultuur verder gaan. Hester, vicevoorzitter, projectbeurzencommissie, rapport over COVID en wetenschappers heb je aan bijgedragen. Erkennen en waarderen, diversiteit en inclusie. Zowel de combinatie van woorden, dat ligt jou heel erg. En wat eigenlijk heel belangrijk is, en daar hebben we iets belangrijks weer over Arjan geleerd. En ook over onze, wat is het, Weilen-voorzitter. De bijeenkomst of de activiteit die jij georganiseerd hebt en geïnitieerd voor de nieuwe leden afgelopen jaar, waarin we, ik denk 138 opdrachten hadden in een speurtocht door onze eigen stad en allemaal filmpjes op moesten nemen. En dat was ontzettend leuk, want we hebben daar elkaar heel laagdrempelig leren kennen. En ik denk dat het dat nu al makkelijker maakt voor jullie om de jonge academie te betreden. Dus dat was al ontzettend leuk. En daardoor weten we bijvoorbeeld dat Arjan ontzettend goed kan piano spelen en zingen. En Jeroen is echt een heel begnadigd acteur. Dat weten wij nu ook. En dan kom ik bij Jeroen. En wat hier op mijn lijstje staat, wat Jeroen heeft gedaan, is heel veel. Ik denk dat dat duidelijk is. Je bent een fantastische voorzitter geweest. In coronatijd, dat was niet leuk, want ook de leuke dingen, die gingen niet door, dus alles was online. Maar toch heb je voor een ontzettend goede sfeer voor ons allemaal gezorgd. Je was er altijd. Je was ook altijd met aandacht voor iedereen. En dat is ontzettend prettig. En je maakte dat er echt goede zin was. Dat we mochten best heel af en toe eens een grapje ten koste van je maken. En ik denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat we het allemaal ontzettend leuk en ons heel erg welkom voelen. Je hebt in de selectiecommissie gezeten, ook meerdere keren. Allerlei werkgroepen, doen durf of de waarheid. En je was ook heel graag actief in het schrijven van opinieartikelen. En natuurlijk een heel graag geziene gast op televisie. Ja. We zullen je missen. En we begrijpen dat de televisieprogramma's er nu ook mee ophouden. We zullen jullie allemaal ontzettend missen. Het is fantastisch dat er zoveel bestuursleden in één laag zitten. Dat geeft wel aan hoe actief jullie zijn geweest. Thijs, Hester, Thijs, Hilde, Erik, Hanneke en ik nemen het stokje van jullie over. We zijn blij dat Hanneke en Erik er zullen zijn, want we zullen jullie echt missen. Jullie zijn meteen weg. Maar we zijn ook heel blij dat Cas en Maartje ook nog het geheugen van het bestuur meeneemt. Ik zal er nu maar eens mee ophouden. Ik dank jullie ontzettend. Ik hoop jullie nog heel vaak te zien. En ik ben heel, een beetje gespannen over wat jullie in de alumnuscommissie in zullen brengen. Maar dat zal hopelijk ook veel goed zijn. Dank jullie wel. Dankjewel, Marie-José. Ik denk dat die angst niet helemaal terecht is, hoor. Want de ene keer dat Jeroen inderdaad heeft geprobeerd om alumni ergens bij te betrekken, was bij dat befaamde televisieprogramma dat sinds gisteren niet meer op de buis is. Dus als dat dan het gevolg is, dan komt dat misschien nog wel goed. We zijn aan het einde gekomen van de installatiebijeenkomst. Ik heb heel erg veel geleerd. Ik heb enorm genoten van jullie filmpjes. Ook van de enthousiaste antwoorden op de min of meer spontane vragen die ik voor jullie had. Ik denk dat het enorm fijn is dat we inderdaad gewoon ook elkaar nog even kunnen spreken en kunnen zien. Hier fysiek ook, bij een borrel. Er staan een heleboel bosse bloemen klaar. Dus ik zou zeggen, geniet allemaal van deze avond verder. Voor de mensen thuis, fijn dat jullie allemaal hebben meegekeken. En dat jullie hopelijk ook iets hebben meegekregen van het enthousiasme en de positieve sfeer die hier heerst. En ik wens jullie enorm veel plezier de komende jaren. En tot ziens.